Lodewijk Asscher is net terug van een bezoek aan Jordanië, waar hij samen met partijgenote Kati Piri een aantal vluchtelingenkampen heeft bezocht. Jordanië is het land met het hoogste aantal vluchtelingen per hoofd van de bevolking. Waar bent u precies geweest? Ik ben in het kamp Mazrak geweest, het kamp Za'atari en in Mafraq. Dat eerste kamp, daar wonen 34.000 mensen. Dus je rijdt een heel eind in de woestijn en opeens staat er een hek. De tweede is het grootste kamp van Jordanië. Za'atari wonen 80.000 mensen. En ik ben in Mafraq geweest. Dat is een veel minder officiële plek. Daar zijn eigenlijk buiten de bescherming van de UNHCR wonen mensen daar in tentenkampen. Ook verstoken van heel veel basale voorzieningen. Dus heel verschillende plekken, maar ongelooflijk indrukwekkend, moet ik zeggen. Ja. Er is de afgelopen maand heel veel gevochten in Zuid-Syrië. Het regime Assad heeft echt een offensief gestart om de opstandelingen in het zuiden te verslaan. Dus dat is een absolute ramp. Sowieso wat je daar overvalt. Er is een beetje optimisme, omdat je ziet dat zeker op de plekken waar het goed geregeld is, de jongeren weer gaan studeren, sommige mensen aan het werk komen. Maar de omvang van het menselijk leed, mensen zitten daar al 6-7 jaar. So she was born here in Zatari. Yes, in Zatari. Yeah. Worden eigenlijk meer kwetsbaar dan dat ze sterker worden. Dat bepaalt in ieder geval heel erg voor mij dat ik denk, we kunnen in het Westen makkelijk praten over opvang in de regio. Maar we hebben nog niet gedaan wat we hebben beloofd. Die organisaties hebben te weinig geld. En voor de mensen nu in Syrië zullen we toch moeten afproberen te dwingen dat hulporganisaties er naartoe kunnen. Dat mensen niet helemaal alleen zijn. U zei ja, er moet meer geld komen, maar u schrijft ook over de donor fatigue. Hulporganisaties zijn de lange oorlog moe, trekken zich terug. Hebt u dat ook al gezien? Ik ben daar best wel van geschokt. Er was eerder dit jaar een bericht van UNHCR, de belangrijkste organisatie voor die grote kampen. En die luidde echt de noodklok dat als er niet snel de beloofde gelden komen, en die gelden zijn beloofd door landen uit de Europese Unie, door de Verenigde Staten, dat er een tekort dreigt van 4 miljard en dat dan de honger terugkomt. En ik heb zelf daar gezien dat in die kleine kampen de scholen al dicht gingen, omdat het geld er niet is. En dat het geld wat er is om mensen te helpen heel snel terugloopt. Nou, dan heb je een situatie waarbij mensen die toch al jaren daar zitten, in de brandende hitte, eigenlijk hun sprankje hoop, namelijk de toekomst van je kinderen, het allerbelangrijkste wat een mens heeft, ook zien weggaan. Maar ik geloof zelf heel erg dat je juist daar mensen kan helpen. De meeste mensen willen niets liever dan terug naar hun eigen land. We hope the war is finished and back to Syria. We willen zo snel mogelijk weer naar Syrië als het daar veilig is. Wij hebben mazzel dat we hier geboren zijn, dat onze kinderen hier geboren zijn, dat we hier veilig zijn. Ik vind wel dat je dan in ieder geval je best moet doen mensen menswaardig bestaan te geven. Ja. Nederland zou hier een hele goede rol kunnen spelen. En ik vind dat het echt moet. Ik denk niet dat je kunt gaan zitten wachten en daarna verbaasd kan zijn als het daar helemaal misgaat in die kampen. We hebben op zichzelf in Europa de mogelijkheden om dit te doen. Ik verwacht ook van het kabinet dat ze nu daarmee aan de slag gaan. Dat Harbers een tour maakt langs andere Europese landen en zegt, laten we hier, wij geloven in opvang in de regio, laten we dan zorgen dat het menswaardig is.